Janis van der Poel gaat zoals hij gekomen is, geconcentreerd, een beetje van op afstand, in alle sereniteit en ook nu met zijn vak bezig. Typeer van der Poel is in één woord, Erwin Verwekke. Karaktermens. Fietsmaniak. Onverslaanbaar. Lastige vent. Gedreven. Een supertalent. Sven Nys was nauwelijks 9 toen Van der Poel al de Ronde van Vlaanderen won in 86. Voor zijn vriend en voorbeeld Sean Kelly. Slechts een paar jonge collega's weten dat Van der Poel naast Parijs-Tours, de Gold Race, Parijs-Brussel, ook deze Luik-Bastenaken-Luik gewonnen heeft. 20 jaar profcarrière, zelfs een onverwachte bui, kan een ervaren rot niet uit zijn lood slaan. Dat hebben we niet besteld. Die hebben we meegebracht uit België, denk ik. Van der Poel geeft de fakkel door, definitief, in zijn geboortestreek en niet toevallig in zijn lievelingsdiscipline. Want zijn mooiste herinnering blijft wel degelijk deze. Van der Poel vooraan, wie komt er nog langs? Gaat Van der Poel dan toch wereldkampioen worden? Hij is wereldkampioen, eindelijk. Adrie Van der Poel, 2 Pontoni, 3 Bramati. Ik vond het vak wat wij kunnen beoefenen en mag beoefenen, dat vond ik eigenlijk zo mooi dat ik gelijk van start af aan begrepen had, ik vind dat is iets wat ik voor 100% doe en niet voor 98. Vandaar de rijkdom van zijn carrière, tot zijn 40ste. De gelijkenis met die van zijn schoonvader is overigens opvallend. La longévité peut-être. Parce que moi, 40 ans, plus de 40 ans, j'ai fait 3e du Tour de France, j'étais parmi les meilleurs. Et lui, à 40 ans, il est parmi les meilleurs également de sa discipline. Cadeaus in de koers heeft Van der Poel nooit aanvaard. Hij wint dus een afscheidscross niet. Groenendaal is de snelste voor Nys. Van der Poel is op zijn waarde 3e. Vanaf morgen heeft hij de tijd om rustig over zijn toekomst na te denken. Bij de Rabobank of elders. Het is gewoon voor mij belangrijk nu, omdat allemaal achter morgen is allemaal op een rijtje te zitten. Is op een gemak gaan kijken en geen onverraste dingen te gaan doen. Van der Poel blijft alleszins in de wielrennerij. Maar zijn koersfiets gaat definitief de wilgen in.